weer centreren. En ik ga even openen met de duim. De boter. Handen klein optrekken, omhoog. Mooi, hè? Wat gaat het? Heeft niet een lepel of zo? Hij is niet alleen hoger, maar ook dunner geworden. Er wordt dus altijd eerst een buisvorm, een cilindervorm gemaakt. En vandaar geef je dus een verder vorm. Ja, dat is met een beetje, dat geeft niets. Zo, dat is hoog genoeg, dat is dun genoeg. Dan kan ik met de vorm gaan beginnen. Yeah.